De provincie bestaat 200 jaar. Daarom aan het eind van het jaar de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. Met vier Zeeuwse 4 HAVO-klassen. Na Goes, Zierikzee en Middelburg zijn we vandaag in Hulst. Welkom in Hulst op het Reinhard College. Vandaag gaat 4HB meedoen aan de geschiedenisquiz in het kader van Zeeland 200 jaar. Hulst is trouwens een prachtige stad, een vestingstad om te bezoeken. Ga naar de Grote Markt en dan zie je het beeld van Rijntje. En logisch dat de school dan heet naar Reinhard. Goedemorgen, mag ik even inbreken? Dit is hem. Mooie koffer. Lang naar uitgekeken en nu gaat het gebeuren. Meneer Goossens, heel veel succes. En 4HB laat zien dat Hulst echt meetelt. Voor de laatste keer, de koffer. Met alle benodigdheden en de outfit voor de quizmaster. En zijn ze er klaar voor? We gaan uit van hun eigen kracht, wat ze al weten. En ja, dat zullen ze nou moeten bewijzen. Klaar. Begin. Eerst vullen alle leerlingen weer die lijst in met die 20 meerkeuzevragen. De beste 4 leerlingen gaan zo door naar de volgende ronde. Maar de gemiddelde score van de klas is ook belangrijk. Die telt namelijk mee voor het scholenklassement. De vraag vandaag is vooral of deze 4 HAVO die van het Nealenia in Middelburg weet te verslaan. Want die staat met afstand bovenaan. En dus doet elke vraag ertoe. Welke Engelse monnik kwam omstreeks 690 naar de Lage Landen om het christendom te brengen en zou volgens de Zeeuwse overlevering al eerst voet op Walcheren hebben gezet? Ik denk Willibrord. Tussen 2000 en 2010 presenteerde een vrouw uit Tonen het weerbericht van het NOS Journaal. Wie was dat? Ik denk zij. Veren was in de 16e eeuw een van de belangrijkste en welvarendste steden van Zeeland. Dit had de stad vooral te danken aan een bijzonder samenwerkingsverband met een van de Europese landen. Welk land was dat? Ik denk Frankrijk. Check this out. De uitslag van de eerste ronde. Gemiddeld een 9,5. Dat wordt spannend, want koploper Nealenia scoorde hier gisteren een 9,6. Laten we snel doorgaan, want veel meer punten zijn te verdienen in de tweede ronde. En die wordt gespeeld door de 4 beste van deze klas. Met 15. Score van 15. Dat is inderdaad Colin. Ah! Ronde 2. 4 kandidaten. 4 mannen. Colin, Pim, Wouter en Jelmer. Opnieuw meer keuzevragen. Ieder goed antwoord levert 2 punten op. Over de naam van onze school, Reinhard. Jullie weten natuurlijk allemaal wie dat is. De sluwe vos uit het middeleeuwse rijmdicht Van den Vos Reinaarde. In dit dierenepos komen meerdere figuren voor. Welke van onderstaande figuren komt niet voor in het verhaal? A. Bruin de beer. B. Baudelaire de hond. C. Tibeert de kater. Allemaal goed, ja. Baudelaire de hond. Voor vraag 2 kijken we eerst naar een filmpje. Sommige boeren in het rampgebied, zoals boer Schipper, kwamen al gauw tot de ontdekking dat het bijzonder moeilijk zou zijn om op de door het zoute water geschonden grond opnieuw te gaan bouwen en te gaan verbouwen. Dat gold ook voor de jonge landbouwer Ruissen. Deze beide mannen en nog 32 andere Zeeuwse boeren grepen dan ook graag de kans aan om op een andere plaats in ons land weer te beginnen. Waarom was veel van de landbouwgrond, met name op Schouwen-Duiveland, Tolen en Zuid-Beveland, onbruikbaar geworden? A. Het land was onder water gezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. B. Het land was verwoest door de watersnoodramp van 1953. C. In de strenge winter van 1963 was er te veel zout gestrooid en dat was in het grondwater terechtgekomen. Weer allemaal fantastisch gedaan. Het land was verwoest door de watersnoodramp van 1953. Het was ook zo dat na de Tweede Wereldoorlog nogal wat Zeeuwse boeren naar bijvoorbeeld de Noordoostpolder zijn vertrokken. Maar die kwamen vooral uit Walcheren.
De stad Vlissingen was van 1585 tot en met 1616 in handen van een buitenlandse mogendheid. Welke? A. Spanje. B. Engeland. C. Frankrijk. Jammer, het was B. Engeland. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen, want het is tijdens de 80-jarige oorlog. Maar koningin Elisabeth van Engeland kreeg toen de stad als onderpand in ruil voor hulp in de strijd tegen de Spanjaarden. We zien hier een schilderij uit 1615 van de schilder Adriaan van de Venne. We zien het vertrek van een hoogwaardigheidsbekleder. De vraag is, uit welke Zeeuwse stad vertrekt deze belangrijke man? A. Zierikzee. B. Middelburg. C. Veren. Maak de bordjes. 3:30. Fantastisch goed. Middelburg. Ja, in het midden zag je waarschijnlijk de Lange Jan, de bekende kerktoren van Middelburg. Een Zeeuwse lekkernij. Jullie weten hopelijk allemaal wel wat dat is. Geen idee? Zeeuwse spek. Maar de vraag is nu, waarom noemen we dit Zeeuws spek? A. Omdat het alleen van Zeeuwse varkens komt. B. Omdat het op een specifieke Zeeuwse wijze is gemaakt. C. Omdat het van oudsher op een Zeeuwse manier werd gegeten, alleen bij een speciale stamppot. Het is B. C, 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 C. Jammer, het is B. Vroeger werd het zachtjes gaar gekookt met onder andere speciale kruiden. Tegenwoordig wordt Zeeuws spek op een speciale wijze gemarineerd en daarna gegrild of geroosterd. Tot zover de tweede ronde. En hoe is het mogelijk? Allemaal 6 punten. Dat is goed voor het scholenklassement, maar er moet iemand afvallen. En dus kijken we naar de uitslag van de eerste ronde. En dan nemen we helaas afscheid van... Jammer. Ronde 3. Nog 3 kandidaten dus. Geen meer keuzevragen, maar wie het eerst op de bel drukt. 5 punten nu voor ieder goed antwoord. Een sportvraag. Welke Zeeuwse voetballer werd in 1944 als zoon van een garnalenvisser in Breskens geboren en won in 1970 met Feyenoord de eerste Europa Cup van Nederland? Hij schuift nog regelmatig aan als analist bij voetbalprogramma's en heeft een wekelijks column in een belangrijke Nederlandse krant. Zijn bijnaam is De Kromme. Ja? Van Hanegem. Ja, Willem van Hanegem. Dat is inderdaad het goede antwoord, Willem van Hanegem. Maar een antwoord uit het publiek levert helaas geen punten op. We kijken eerst weer naar een filmpje. Met fraai geroskamde en opgedirkte paarden waren meer dan 100 boeren naar de Zeeuwse hoofdstad Middelburg gekomen. Onder de deelnemers bevinden zich iedere keer weer de beste ruiters van Zeeland. Velen slaagden er ook nu weer in de ring aan de lans te steken. Hoewel dat op de ongezadelde paarden niet zo gemakkelijk is. Het spel dat we net zagen werd vroeger op meer plekken gespeeld. Maar was vooral in Zeeland ongekend populair. In Middelburg vindt nog steeds ieder jaar het Zeeuws kampioenschap plaats. Hoe heet dit spel? Ringsteken. Heel goed. Eentje uit Zeeuws-Vlaanderen. In Sluis werd in 1828 een leraar en schrijver geboren die later bekend werd als samensteller van een woordenboek. Hoe heette deze man? Van Dalen. Ja, heel goed. De dikke Van Dalen. We luisteren even naar een stukje muziek. Jullie hoorden de instrumentale versie van een heel beroemd lied over een Zeeuwse visserstad. Welke stad? Scheveningen. Een Zeeuwse stad. Vlissingen?
Niet Vlissingen. Nee. Middelburg. Het is Arnhem-Muiden. Arnhem-Muiden. Als de klok van Arnhem-Muiden welkom thuis voor ons zal leiden. Groeten uit. We zien een kaart verstuurd uit een Zeeuwse stad. Welk oud stadje is dit? Middelburg. Nee. Veren. Veren, yes. Ja. Hey. Ja, je kon dat zien aan de opvallende kerk van Veren en de haven met de bekende Kampveerse toren. Een voorwerp gaan we te zien krijgen. En daarvoor hebben we een speciale gast, Wilma, van het museum De Vier Ambachten hier uit Hulst. Kijk maar goed. Dit zijn botten uit de middeleeuwen en ze worden glissers genoemd. Waar werden ze voor gebruikt? Om pijlpunten te maken. Nee. Ze werden alleen in de wintermaanden gebruikt. Vuur te maken? Nee. Om granen mee te malen? Nee. Nee. Moeilijk, moeilijk. Oh. Het zijn schaatsen en dat werd vroeger gebruikt voor te schaatsen. Maar dat is het middenbeen van het paard. En dan had je hem daar niet als ijzers. Dus je had prikstokken om vooruit te komen. Anders ga je niet glijden. Bedankt Wilma en een applausje graag. En dat was ronde 3. Met een duidelijke uitslag. Wouter 10, Colin 5 punten. En helaas 0 voor Pim. Zou hem graag een applausje willen geven. Bedankt, Pim. Ronde 4, de finale. Wie wint deze aflevering van de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren? Colin of Wouter? En verslaan ze als klas de scholengemeenschap Neelenia uit Middelburg? 10 punten voor ieder goed antwoord. In het Zeeuws Museum hangen de beroemde Zeeuwse tapijten. Wat zien we op deze wandtapijten? Welke belangrijke historische periode wordt erop afgebeeld? Op de meeste tapijten staan belangrijke zeeslagen. De oorlog tussen Nederland en Engeland? Nee. 80-jarige oorlog. Dat is het, 80-jarige oorlog. Perfect, Wouter. Kijk naar het volgende filmpje. We zien hier de onthulling in 2005 van een belangrijk monument in Middelburg. De vraag is, welk monument? Het monument herinnert ons aan een zwarte bladzijde uit de Zeeuwse geschiedenis. En ieder jaar wordt hier op 1 juli Keetikoti gevierd. Afschaffing van de slavernij. Ja. En daarmee is Wouter de verdiende winnaar van vandaag. Maar wil deze klas het scholenklassement winnen en met de hoofdprijs naar huis gaan, dan moet minimaal één van de twee het volgende antwoord precies goed hebben. Gisteren hadden namelijk beide finalisten het juiste antwoord en schoot het Neelenia in het klassement omhoog. Spannend dus. Vlakbij het slavernijmonument staat de hoogste kerktoren van Zeeland. De Lange Jan. Hoe hoog is deze toren van de abdij van Middelburg in meters? Wouter heeft 203 meter en Colin 105 meter. Colin is er het dichtst bij, want het is in werkelijkheid 90,4 meter. Jammer dus. Niet genoeg voor die zo begeerde eerste plaats. Maar nogmaals wel een overtuigende winnaar van de klas, Wouter. Ja, en zo slecht deden ze het niet. Het Reinhard College scoorde in totaal namelijk 68,5 punten. En dat betekent een mooie en terechte tweede plaats dus. En daarmee hebben we een eindklassement. Met het Pieter Zeeman op de vierde plaats. Het Austria op 3, Reinhard dus op 2... En de Neelenia Stedelijke Scholengemeenschap is dé winnaar van deze Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. En dat betekent dat we voor de prijsuitreiking overschakelen naar de hoofdstad, naar Middelburg.
Ik ben Sander Gede, ik ben de docent bewegingsonderwijs van HAVO4C en tevens de mentor. Hallo? Kijk eens wat ik gevonden heb in de gang. Nou! Dankjewel. Wij hebben gewonnen de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. Scholen door HAVO4C. Gefeliciteerd. De vraag is natuurlijk, wat hebben we nou gewonnen? Elke leerling krijgt een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Die gaan we even uitdelen. Meneer Goede wil mij vast wel helpen. Die kun je natuurlijk besteden aan een heel interessant geschiedenisboek. Tips kun je bij mij halen. Of een bezoek aan een museum. Maar je kan natuurlijk ook iets anders meedoen. Maar er is ook nog een prijs voor ons als hele klas. Een dagje naar het Zeeuws Museum. Gefeliciteerd, 4 HAVO van het Nealenia. Met een exclusief bezoek aan het Museum van Zeeland. Waar onder andere ook de naamgeefster van jullie school prominent te zien is. Dus eigenlijk wordt het gewoon het museumbezoek van je leven. En tot zover de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. Nou ja, ik ben ontzettend trots op HAVO4C. Het zijn gewoon hele leuke leerlingen en ze hebben het heel goed gedaan. En dat hebben ze absoluut bewezen. En ik ben heel trots op dat ik me docent mag noemen van de beste klas van Zeeland. Wil je meer weten over de geschiedenis van Zeeland? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.